Goedemiddag op deze woensdag. Het is 19 januari. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is weer eens koud. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel graden het is. Ik zal eens even checken. Het is 4 graden. Ja, sowieso gek dat het koud is. Vandaag op de planning. De woonkamer moet ik weer doen. Ik ga een was aanzetten. Ik ga nog even een was verwerken. En ik ga even bullet journalen, dus dat wordt het. Ik heb inmiddels gesproken met Nathalie en die komt toch vrijdag eten in plaats van zaterdag. Dus dan gaan we vrijdag gezellig samen eten. Komt ze rond etenstijd en dan gaan we lekker patatjes halen. Dus dat is wel heel gezellig. Gisteravond heb ik meer met het First Sight gekeken en dat was wel weer heel erg leuk hoor. Er zijn nu 2 koppels getrouwd en ja, het is dan gewoon kijken van, ze gaan op huwelijksreizen samenwonen, dus hoe gaat dat samen? De eerste matches schijnen er al een beetje te zijn. Wat is er, Mickey? Maar ja, goed, dat is de eerste indruk, dus we gaan wel zien hoe dat verder afloopt. Nou ja, daarna had je eigenlijk niks meer, dus toen heb ik eventjes een stukje van VI er nog op gehad. En ben ik ook de vlog in elkaar verder gaan zetten, dus die is mooi af. Foto's heb ik nog niet helemaal af met bewerken, dus die moet ik vanavond even afmaken. Maar dat is niet heel veel werk meer. Ik wil jullie wel heel erg bedanken, want ik heb echt onwijs lieve reacties gekregen op mijn video over het bevolkingsonderzoek. Dat vond ik wel heel erg lief. En ja, eigenlijk toch wel dat er toch zoveel mensen zijn die hetzelfde een beetje hebben meegemaakt als wat ik heb meegemaakt. En misschien zelfs nog wel erger, maar... Ja, dat je er dan eigenlijk pas achter komt hoeveel mensen dit dus meemaken, hoeveel vrouwen. Dus ja, super blij met alle lieve reacties in ieder geval. Nou, ik ben mijn Netflix-serie weer gaan kijken. En daarna had ik Witsen. Dus dat was ook wel weer leuk. Ik heb mijn boek ook weer bijna uit. Dus nou, op zich was het wel een fijne avond. Ik ga nu eerst even een was uitzoeken. Want dan is dat in ieder geval gebeurd en dan ga ik hier eventjes mijn huis het rondje doen met schoonmaken. Dus ik neem jullie weer mee. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. Huisje is lekker weer schoon, althans de woonkamer. De was zit ook al in de droger, die was ook al mooi klaar. En ik heb nu zeg maar de onderkant van mijn dekbed overtrekken heb ik dichtgeknepen met wasknijpers. Want het schijnt dat je was dan niet zo inrolt. Dus ik hoop dat dat werkt.
Dus dat gaan we eventjes zien of dat wat doet. Maar het zou fijn zijn als het heeft gewerkt. Ik zag wel dat het nog vast zat. Er was er eentje losgegaan, maar de rest zat nog wel vast. Dus ik hoop dat het nu iets minder inrolt. Maar goed, we gaan het wel zien. Ik heb nog een aantal doodles getekend. Daar ben ik ook wel weer lekker mee op weg. Dus dat was eigenlijk allemaal wel lekker. Ik ga zometeen nog even relaxen en dan straks douchen en eten. Vanavond heb je naast goede tijden weer de Chefmasters. Dat vind ik heel erg... Chefmasters heet het volgens mij. Ze gaan ligakoeken maken. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Daarna ga ik even Steenrijkstraat Arm kijken. Want dat komt ook. Ik moet dan nog eventjes de foto's afmaken en gelijk mijn artikel schrijven. En ik ga verder met de Netflix-serie en met Witse weer vanavond. Want Hudson en Rex is afgelopen. Dat is het eigenlijk ook wel. Ik had gisteravond weer de wc verstopt, dus die heb ik weer ontstopt. Dus dat was ook weer eventjes wat minder prettig. Maar goed, ik hoop dat het nu weer eventjes blijft doen. Heb ik verder eigenlijk niet heel veel te melden. Ja, ik las nu dat Ali B, of de Voice niet verder wil met Ali B, omdat er een tweede aangifte is binnengekomen. Dus... Nou, we gaan het allemaal wel weer meemaken wat er allemaal weer aan de hand is. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen en dan zie ik jullie in ieder geval gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 20 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen. Ik heb namelijk een oogschaduwpaletten uitgetest, dus die video staat er al mooi op. Die kan dan zaterdag weer online komen, maar als deze vlog weer online komt, staat die dus al lang online. Dus die heb ik mooi alweer klaar. Ik heb gisteravond Chefmasters gekeken. Ze gingen de ligakoek maken en wat was dit moeilijk, jongens. Het zag er zo moeilijk uit. Ze hadden er ook echt wel moeite mee. Uiteindelijk zag je ook echt wel degelijk verschil, maar ik vond het wel heel leuk om te zien hoe zo'n koek nou daadwerkelijk gemaakt werd. Daarna heb ik Steenrijkstraat Arm gekeken. Dat vond ik echt een hele mooie uitzending ook. Toen heb ik de foto's verder bewerkt. Ik zal even de lamp uitdoen, want die staat nog aan van het filmen. Dat is wel even handig. Die moet ik nog even opruimen. Dus toen kon ik het artikel verder schrijven. Dat is ook weer mooi gelukt. En... ik heb de vlog ingepland en even een thumbnail gemaakt. En toen ben ik lekker verder gegaan met mijn Netflix-serie, wat weer heel erg genieten was. En heb ik weer gekeken naar Witse. Dus dat was verder ook de avond. Dus niet heel spectaculair of zo, maar ik heb er wel van genoten. Ik ga zo meteen even stofzuigen. Ik moet even wat papieren inscannen, want die moeten even op de mail. Dus dat moet ik even doen. En dan kan ik boven nog even het een en ander wegzetten. En dan ga ik even lekker bullet journalen. Want vandaag is een vrij rustig dagje en dat is ook wel lekker. Ik zal de verwarming zo even een tikje aanzetten, want het is hier best wel fris. Dus dan ga ik dat even doen. Dus dat is verder ook wel heel fijn. Dus daar word ik wel blij van. Ik ga hier even verder de boel opruimen en dan ga ik eerst eens even stofzuigen, want dan is dat ook mooi gebeurd. Kijk even jongens, ik kijk net naar buiten en het sneeuwt. Het is natuurlijk natte sneeuw. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar je ziet wel dat er wat sneeuw valt. En ja, het was wel voorspeld, maar ik zie nu echt letterlijk pas dat het aan het sneeuwen is. Maar gelukkig blijft het niet liggen, dus dat scheelt weer.
even lekker bezig geweest. Het is inmiddels weer opgeklaard. De sneeuw is verdwenen. Het was echt een heel kort buitje. Nou, ik heb lekker nog even gebullet journaled. Ik heb boven nog wel iets opgeruimd, maar ik moest even papieren inscannen. En omdat ook mijn bureau vol ligt, kan ik daar dus ook niet aan zitten. Dus nou ja, morgen komt Nathalie, die komt helpen opruimen. Dus ze zei al, heb jij vuilniszakken? Ik zei nee. Ik zeg ze, dan neem ik ze mee. Dus ja, dan kunnen we in ieder geval mooi wat doen. Ik zie er wel een klein beetje tegenop hoor, want ja... Doe je elke keer wel een beetje en het wordt echt al wel beter, moet ik zeggen. Maar dan kan ik van het weekend ook even dat schoenenrekje in elkaar zetten. En dan kunnen daar ook de schoenen weer mooi op. Dat ruimt ook alweer wat op. Dus het zal uiteindelijk echt goed komen. Maar ja, ik moet gewoon even kijken in hoe snel het gaat en wat dan ook. Maar in ieder geval morgen hulp. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond weet ik eigenlijk nog niet zo goed wat ik ga kijken. Want je hebt wel Marble Media. De gasten spreken me iets minder aan. Ja, misschien dat ik hem al aanzet. Ik weet het gewoon nog niet. Ik denk wel even dat ik Down the Road ga terugkijken. Maar je hebt ook Ajax vanavond. Dus ik sowieso wil ik daar ook een deel van zien. Dus ik ga het wel even zien wat ik ga kijken. Het is nog een beetje onduidelijk voor mij ook. Ik moet wel foto's bewerken. En ik heb sowieso lekker mijn Netflix-serie en ga vanavond ook verder met witsen. Dus dat wordt verder ook wel de planning. Maar in ieder geval al wel weer lekker. Ik moet eigenlijk nog een was wegvouwen. Maar het kan ook zijn dat ik het vanavond een deeltje bij de televisie gewoon eventjes doe. Want dat moet ook gewoon weer eventjes de kast in. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb een beetje een zere rug. Want ik heb een beetje in een rotpositie gezeten boven. Want ik zat gehurkt voor mijn laptop en die stond op de grond. En het was allemaal gewoon niet zo heel erg handig. Dus ja, maar ik heb in ieder geval echt nog wel heel veel plannen boven. En dat zal echt allemaal wel goed komen. Maar ja, sommige dingen kosten gewoon even tijd. Ik ga nu in ieder geval direct, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 21 januari. Ik ben klaargemaakt. En ik ga het toch even met jullie hebben over wat er nu in het land speelt. En dat is natuurlijk het schandaal van The Voice. Gistermiddag is de uitzending van Boos online gekomen. Ik heb het zelf niet gezien. Hun zenden het alleen via YouTube uit. En ik denk als ze het op televisie hadden uitgezonden dat ik er sneller naar was gaan kijken. Maar goed. Ik heb het zelf niet gezien. Maar goed, ik hoefde het nieuws maar aan te zetten. Of ja, het ging er natuurlijk over. Nou ja, wat we gisteren eigenlijk wisten, is dat het om vier mannen zou gaan. Jeroen Rietbergen, Ali B, Marco Bussato en dan de regisseur. De namen die verschillen daarin, die hebben ze ook niet daadwerkelijk willen noemen. Maar er zou dus ook een regisseur bij betrokken zijn. Nou, van Jeroen Rietbergen wisten we het natuurlijk al. Die is vorige week zaterdag met een statement gekomen dat hij ook uit The Voice zou stappen omdat er... toch dingen zijn gebeurd die eigenlijk niet door de beugel konden. En op het moment dat ik gisteravond televisie keek, waren tegen hem 19 meldingen binnengekomen. En of dit daadwerkelijk ook allemaal aangiftes zijn, dat weet ik niet. Maar er hebben zich in ieder geval 19 vrouwen, meisjes gemeld die overschrijdend gedrag met hem hebben ervaren. Marco Bussato, dat waren 6 meisjes / vrouwen. Maar van die 6 waren er 3 minderjarig. En ik heb eigenlijk van de week is er al door mijn gedachten gegaan. We hebben ook The Voice Kids. Wat nou als daar ook wat is gebeurd? Dus daar was ik eerlijk gezegd al een beetje bang voor. En dat schijnt dus ook te zijn gebeurd. Ook op een barbecue die hij gaf voor zijn protégés die hij onder de loep nam. Of onder de leiding nam eigenlijk. En Ali B, daar weet ik niet precies van hoeveel meldingen er waren binnengekomen. Die lopen inmiddels ook wel op. Maar er zijn dus ook 2 dames bij die zeggen dat ze verkracht zijn door hem. Alleen wat dat meisje vertelde is dat hij heel erg zijn macht misbruikte. Dat zij op een gegeven moment had gezegd, doe je dit vaker? Ja? Maar ben je niet bang dat het uitkomt? Nee, want als jij iets zou zeggen, dan word jij toch niet geloofd. Dat is natuurlijk gewoon misbruik maken van je macht.
De heren willen er zelf niks over zeggen. Ze communiceren alleen maar via hun advocaat. Ali B. heeft van de week op Instagram een bericht gezet dat hij er niks mee te maken zou hebben en dat hij onschuldig zou zijn. Maar ik was ergens ook wel heel erg verbaasd, want John de Mol, de bedenker van dit programma, hebben we de hele week nog niet gehoord. Die heeft op een gegeven moment gezegd, na de uitzending van Boos zal ik reageren. Hij zou toen plaatsnemen bij een talkshow. Hij zou niet gaan zitten bij 7:30 bij zijn eigen zoon en ook niet bij Bo. Dus ja, dan hou je er eigenlijk twee over. Hij had of bij M plaats kunnen nemen of bij VI. Dan denk je misschien VI, maar de talkshow die hun tegenwoordig maken is niet meer alleen op sport gericht. Ze praten over hele actuele onderwerpen. Nou, hij is nergens gaan zitten, maar hij heeft in die uitzending van Boos nog gereageerd. En toen heeft hij ook gezegd dat hij van de aantijgingen van Jeroen Rietbergen dus op de hoogte was. Dat hij hem op een gegeven moment heeft opgebeld en heeft gezegd, waar zit jij? Ja, ik zit in de studio. Je moet nu hierheen komen. En toen heeft hij dus een gesprek met hem gehad. Waar hij dus eigenlijk al wist dat hij dingen had gedaan die niet mochten. En dan denk ik van, maar waarom heb je die man niet ontslagen? Je had die man er gelijk uit moeten zetten. Maar je hebt een goed gesprek gehad en nou, niet meer doen en klaar. En je mag gewoon weer in die voiceband plaatsnemen. Als zo iemand dat doet, dan stoppen ze daar niet mee. En dan kan het 1000 keer familie van je zijn. Gewoon niet. Gewoon eruit met zo'n vent. Ja, ik snap dat dan niet. Maar goed. Ik wilde net nog wat zeggen. Dat viel mij ook gewoon echt wel heel erg tegen. Het is natuurlijk allemaal ook super erg wat er is gebeurd. Er zijn inmiddels ook al radiostations die hebben gezegd, we zullen de muziek van zowel Ali B als Marco Bezzato niet meer draaien. Ik denk trouwens dat dit ook nog een interessant discussiepunt zal worden. Mocht Madame Tussauds woensdag open mogen. Want dinsdag horen ze natuurlijk of dat de andere sectoren ook weer open mogen. Stel dat die open mogen, zullen hun ook de afweging misschien gaan maken. Wat doen wij met de wassen beelden van deze twee heren die daar staan? Ja, Ali B. en Marco Bezzato hebben beiden een wassen beeld. Dan kun je natuurlijk zeggen van, nou hè, zolang er niet bewezen is of dat ze onschuldig zijn, kunnen we die beelden in de opslag zetten. Nou zal het ook niet een eitje zijn, want het is natuurlijk hartstikke zwaar zo'n beeld. Ja, of ze besluiten om de beelden te laten staan omdat ze nog niet officieel beschuldigd zijn. Dus dat is iets, denk ik, wat ze zullen afwegen. Ik zelf moet heel eerlijk zeggen, als ik een Madame Tussauds zou bezoeken en ik zou deze beelden van deze twee heren zien staan, zou ik daar met een grote boog omheen lopen. Ik zou het niet heel prettig vinden om met die beelden geconfronteerd te worden door de verhalen die je hebt gehoord. Ongeacht dat ze het hebben gedaan, ja of nee. Ik zou denk ik het een goed idee vinden als ze die beelden gewoon tijdelijk weg zouden halen. En mochten ze onschuldig zijn, dat ze ze weer terugplaatsen. En mochten ze echt schuldig zijn, weg met die beelden. Niet meer terugzetten. Maar dat is mijn mening. Dus dat wilde ik daar even over kwijt. Je mag daar heel anders over denken. Maar ja, ik wilde het er toch even over hebben. Want het is toch iets wat nu gewoon speelt. Ik heb toen gisteravond toch even Marble Mania gekeken, want ik wilde het eigenlijk eerst niet gaan kijken. Maar ik had op een gegeven moment ook wel even behoefte aan wat luchtigers. Want het, ja, het was allemaal zo triestig en zo erg wat je allemaal hoorde. Dus dat was op zich wel heel erg leuk. Daarna heb ik even Down the Road teruggekeken. Dat was ook wel echt heel erg leuk en ook wel heel erg grappig. Dus dat was wel mooi. Ik heb de foto's bewerkt. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna had ik witsen. Dus dat was verder ook de avond. Ik ga nu zoals een malle aan de gang hier. Ik ga de slaapkamer even lekker doen. Want Nathalie staat einde van de middag ook voor de deur. En dan komt zij helpen opruimen en gaan we gezellig samen eten. Dus dat is voor nu even de planning. Jullie zijn weer even een beetje bijgepraat. Nathalie heeft me trouwens gisteren nog wel onwijs in de zeik genomen. Zij zei, ik ga eventjes een coronatest doen. Want zij moest vandaag naar kantoor en omdat ze naar mij toe zou komen. Dus ik zei op een gegeven moment, nou en? Ja, ik moet nog wachten op de uitslag. Stuurt zij een plaatje door van een positieve thuistest? Dus ik zeg, nee! Ja, ik had het niet verwacht. En echt allemaal van die zielige poppetjes erbij. Ik zeg, nou, dan kom ik morgen naar de GGD. Ja. Ja, en niet afspreken, zegt ze. Ik zeg, nee. Stuurt ze ook dat nog zo in de groepsapp? Zegt ze, laat ze eerst een negatieve test zien. Ja, die is van Frank. En deze is van mij. Ik dacht echt, volgens mij neem je mij in de zeik.
Zegt ze later, nee, het is een grap. Ik ben gewoon negatief. Ik zeg, nou, wat een rotstreek. Echt. Wat een stomme grap was dit. Ik had het echt in de gaten dat het een grap zou zijn, maar ik weet het niet. Ik heb trouwens nog even een doorzichtig lakje op mijn nagel staan. Ik had de nagellak eraf gehaald. En dat is deze. Die topcoat van de Ticket Voorlijn. En die ruikt heel lekker. Die heeft een heel lekker geurtje. Dus ik zit de hele tijd aan mijn nagels te ruiken. Goed, ik zit alweer heel lang tegen jullie te praten. Dus ik ga nu mooi even wat doen en ik neem jullie mee. Ik heb gisteravond trouwens ook nog Ajax gekeken. Maar het was tegen een amateurclub. Dus dat was ook niet zo spannend. Want ze wonnen met 9-0. Dus het was wel leuk om te zien hoe de doelpunten erin vlogen. Maar ja, dat is ook niet zo moeilijk tegen een amateurclub. Dus nou ja, jammer voor hun. Maar Ajax heeft het goed gedaan. En inmiddels is Nathalie weer gezellig. En Nathalie is naar de kapper geweest en heeft pepernoten. Hallo. Ja. Ben je blij met je haar? Mm-hmm. Ja. Heel mooi. Dat is mooi. Ik heb nu, dan kan ik dit doen. Dit. Oh ja. Maar jij hebt ook geen pony, toch? Nee. Nee, oh nee, je zegt ze ook echt. Ik heb ponies. Oh ja, Nathalie heeft wat spullen meegebracht. Wat ervoor? Ik had gevraagd of ze dit palet en vuilniszakken. Dit palet ze mee wilden nemen. Hoe duur kosten ze? Die vuilniszakken? Weet ik niet. Oh. Met jouw vrouw vragen. Oké. Dus dit palet hadden ze meegenomen. Wat zakjes nog van mijn moeder. En van mijn moeder had ik ook nog wasmiddel gekregen. Voor de witte was en voor de gekleurde was. En volgens mij vind je de pepernoten best wel erg lekker. Het kan zijn dat die pot vanavond leeg is. Kan er weer wat nieuws in. Ja. Dat is zeker. Jij hebt Bruno Banani op volgens mij. Nee. Nee? Oh, dat dacht ik. Leuk jurkje heb je aan. Hallo. Wat wil jij doen? Wil je straks eerst opruimen en daarna eten? Ja. Ja, ik ben toch niet gewend om vroeg te eten. Maar kunnen we het bestellen? Jij laat het ook vaak thuis. Nee, want we moeten kunnen het beter ophalen, want dat duurt veel te lang het bestellen. Geeft toch niet? Dan bestellen we het iets eerder. Al eten we 7:30. Ja, maar vaak komen ze pas een uur later. Ja, ik denk dat bestellen we toch eerder? Ja, maar je hebt niet zo heel veel keuze met bestellen hier. Dat is het probleem. Ja, maar dat maakt het niet uit. Bestellen. We hoeven niet naar buiten. We zijn eruit. We moeten toch naar buiten. Nathalie neemt hier even lekker een slokje van de energy. Smaakt dit? Mm-hmm. Want we kunnen het niet bestellen. Er is gewoon hier geen snackbar die thuis bezorgt. Wat een onzin. Ja, dat is wel slecht inderdaad. Maar we gaan zo eerst. En we gaan nu naar boven. En ik vind het best wel spannend eigenlijk. Want ik schaam me echt heel erg.
Maar we gaan het zien. Ik heb er zin in. Oké. Nou, inmiddels zijn wij klaar voor vandaag. Het is nog lang niet af natuurlijk, maar Natalie heeft alle boodschappen geordend. Het was een puinzooi, hè? Ja. En het staat nu in ieder geval wat beter. En dan ga ik zelf nog weer verder daarmee. Maar ik ga eerst van de week de kamer afmaken. En ze gaat in de vlog laten zien dat ze elke keer iets van hier pakt en gaat opeten. Ja, dat ook. Dat het over een aantal maanden leeg is. Hier. Nu gaan we naar beneden. Ja. Wij eten opgehaald. Hier staat mijn friet. Daar is jouw patat. Ja. Met saté. Yep. En we hebben allebei een grote frikandel. Ik heb een losse frikandel, jij hebt shawarma rol. Dus wij gaan hier heerlijk eventjes van genieten. Want na hard werk moeten we eten. Ja, ik heb hard gewerkt. Jij hebt hard gewerkt. Ja. Zo, Natalie gaat hier inmiddels net de deur uit. Het is 9:30 bijna. Ik ga zo eventjes lekker douchen. Dan ga ik even Flikker Maastricht kijken, want dat heb ik nog niet gezien. We hebben even First Dates te kijken tijdens het eten. We hebben ook nog wel gelachen. En we hebben even Keesco zitten kijken en gezellig zitten kletsen. Dus dat was het ook. Ik ga in ieder geval straks mijn artikel schrijven en eventjes de video editen. En dan ga ik mijn Netflix-serie kijken en ga ik nog even verder met Doc 12. Dus dat wordt het verder ook. We hebben in ieder geval heerlijk gegeten. Het was heel gezellig. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Morgen ga ik weer verder met opruimen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 22 januari. Ik ben klaargemaakt. En het betekent dat lente vandaag officieel 1,5 is. Wauw, echt bizar dat het zo hard is gegaan. Dat het gewoon alweer 1,5 jaar is. Maar ja, kleine meisjes worden groot. Natalie is natuurlijk gisteren geweest. En zij kwam dus eigenlijk helpen de boodschappen ordenen boven. Want ik had een paar weken geleden zijn allebei die rekken zijn omgevallen. En toen zat ik er een beetje doorheen. En toen zei Natalie al van, nou weet je, ik kom wel een keer helpen met ordenen. En zij kan dat heel goed. Zij heeft er heel goed overzicht in. Ze hebben dus heel veel weggegooid. Want alles wat over de datum is, hebben we weggedaan. En alles wat nu nog goed is, dat staat dus op die rekken. Probleem is alleen, we hebben heel veel blikjes drinken ook weggegooid. En die hebben we leeggekieperd. Die hebben we in een vuilniszak gedaan. Maar op een of andere manier is het toch een beetje gaan lekken. Want er zit dus nu nog mijn vloer pikt een beetje. Dus die wil ik zometeen, als ik heb stof gezogen, wel eventjes gaan dweilen. Ik zal nog even proberen te laten zien hoe georganiseerd het er nu bovenuit ziet. Want het is echt super, super fijn. Nou ja, toen Natalie weg was, heb ik gedoucht en ben ik Flikker Maastricht gaan kijken. Dat was een hele leuke uitzending ook weer. Ik heb eventjes mijn video in elkaar gezet en toen ben ik mijn artikel gaan schrijven. En daarna ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en Doc 12. Ik heb ook mijn boek weer uit, dus ik kan weer een nieuw boek uitzoeken vanavond. Dat is ook altijd lekker. Was ook heerlijk weer slapen in een schoon bed, dus dat was heel fijn. Ik wil dus straks eventjes stofzuigen en dweilen goed. Dan wil ik boven even dat schoenenrekje in elkaar zetten. Dan wil ik daar even stofzuigen en dweilen en die gelijk ook even inrichten. Ik wil even de champignons alvast snijden met dat nieuwe machientje wat ik had gekocht. Want ik zou eigenlijk afgelopen donderdag pizza eten. Maar toen hoorde ik dus dat Natalie gisteren zou komen. Toen heb ik donderdag het eten van wat ik eigenlijk voor gisteren had opgegeten. Toen heb ik morgen de pizza. En ik ga even bullet journalen. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik hoorde heel toevallig gisteravond, het was eigenlijk nog wel een beetje bizar, want ik had jullie verteld over mijn gedachtes met de wassenbeelden die in Madame Tussauds staan van Marco Bussato en Ali Bain. Toen hoorde ik gisteren dat sowieso het beeld van Marco Bussato weggehaald werd. Wat met het beeld van Ali Bain gebeurt, dat weet ik niet, maar die gaan ze in ieder geval al wel weghalen. Dus ik heb de Natalie ook al, want ik had het daar ook even met haar over. Ik zeg, nou, ze halen hem toch weg. Ik ga eventjes stofzuigen. Dan ga ik eerst eventjes de boel dweilen. En dan ga ik jullie gewoon meenemen. En zal ik jullie even laten zien hoe de boodschappen dus nu geordend zijn. Proberen. Ik denk dat ik een beetje half moet zitten daar. Want ik kan daar net niet staan. Want dat is een schuin gedeelte en een stoot op mijn hoofd. En dat wil ik liever niet. Dus ik ga even lekker aan de gang. Kijk even hoe satisfying deze boodschappen allemaal geordend zijn. Hier word je toch blij van. Wasmiddelen. Dit is allemaal om schoonmaakspullen. Ja, ik word er echt heel erg blij van. Dus dit is echt heerlijk. En hebben hier alle kattenspullen staan. Dus dat is echt ideaal. Thank you.
ik pak even dit dingetje uit. Kijk naar de hier het mini snijtje. En hier kunnen dus dan de champignons in. Hier kunnen dan dus de champignons in. Er zit hier een trekhaak en daar kun je dus aantrekken. Dus ik ga dat nu even proberen of dat mooi klein wordt. Heb ik nu gesneden champignons. Dus deze gaan we in de koelkast doen. Ik heb mij klaar morgen voor de pizza. Het ging even niet zo soepel met het in elkaar zitten van het rekje. Maar hij staat nu. Dus ik ga hem even naar boven brengen. Dan probeer ik hem morgen nog eventjes te vullen. Want het begint nu al aardig donker te worden. Zo, inmiddels even lekker op de bank. Ik heb hier toen de katten aan het eten waren. Heb ik even dat rekje verder afgemaakt. Want het was boven lukte het niet zo goed. Ik denk toch dat ik het licht tekort had. En hier had ik dan toch wat beter licht. Ik ben blij dat het uiteindelijk toch wel gelukt is. Ik heb wel wat boven gedaan, maar dus niet heel erg veel. Omdat het in elkaar zitten van dat dingetje ging gewoon niet zo soepel. Ik ben wel blij dat de champignons al gesneden zijn. Dus dan moet ik straks nog even kijken of ik een pizza bodem in de vriezer heb. Of moet ik die van boven pakken. Maar op zich wel lekker. Dacht ik nog even lekker gebullet-journaled. Ja, misschien dat ik morgen toch nog wat doe. Ik wil eigenlijk niet zo heel veel doen, want je hebt morgenmiddag een mooie voetbalwedstrijd. Maar ja, aan de ene kant wil ik dan nog wel eventjes zeg maar dat schoenen dingetje inrichten. Dus dat is misschien nog iets wat ik wil doen, maar dat kijk ik morgen wel even. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. En vanavond heb je weer weet ik veel, dus ik ga weer meedoen. We gaan wederom weer voor de 6, dus we zien wel of het lukt. Daarna ga ik even het roer omkijken. Dan ga ik alvast het grootste gedeelte van de vlog editen. Vanavond gewoon mijn Netflix serie en dan ga ik daarna Doc 12 kijken. Dus dat is eigenlijk de planning. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Oh ja, trouwens, ik wil nog wel even iets heel grappigs laten zien. Ik kwam een foto tegen van mezelf van 10 jaar geleden. Ja, ik schrok er best wel van. Want kijk, zo zag ik 10 jaar geleden uit. Ik denk dat dit lekker overbelicht is. Wat een verschil, hè? Oh, ik schrok er echt van dat dat 10 jaar geleden was. Maar ook wel grappig. Goed, ik ga nu relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is alweer 23 januari. Waarom ben ik zo rood? Ik heb heel erg rood licht. Oh, ik weet het al. Televisie staat aan. Want zometeen hebben we een belangrijke wedstrijd. Namelijk PSV Ajax. En als Ajax ziet winst, staan we weer nummer 1. Dus ben ik wel heel erg benieuwd naar. Alleen ik had gehoopt dat hij op de gratis zender zou zijn die ik heb. Maar daar was hij dus niet op. Ik zat mijn fiets zachter zetten. Dus ik heb hem hier via de stream op de televisie gedaan. Werkt op zich ook prima. Maar ja, ik had het eigenlijk heel erg gehoopt. Ik heb gisteravond weet ik veel gekeken. Ik zat me onwijs te ergeren. Want het ging helemaal niet goed. Dus ja, ik was er niet heel gelukkig mee. Ik had ook een dikke onvoldoende. Maar ja, het is wat het is. Daarna heb ik het roer omgekeken en toen ben ik de vlog in elkaar gaan zetten tot en met gisteren. Toen ben ik Netflix gaan kijken en daarna had ik Doc 12, dus het was op zich wel weer een fijne avond. Ik ga zometeen wel even stofzuigen snel en dan ga ik eventjes de groenten doen. Ik heb eigenlijk nog een paar kledingstukken die eventjes gemaakt moeten worden, dus misschien dat ik dat ook wel even doe voor de televisie. Ik ga wel even foto's maken, maar verder zal ik niet heel veel aanpakken, omdat ik dit toch wel een wedstrijd is die ik graag wil zien. Dus ja, dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning. Ik heb het idee dat dit huis spookt. Gistermiddag, toen had ik lampen aangedaan, die sprongen in één keer uit. En toen dacht ik eerst ligt de stroom eruit, maar dat was niet zo, want ik heb de meeste lampen hier in huis die zitten op een afstandsbediening. En ik heb 1 lampje, die zit wel gewoon in stopcontact en die bleef aanstaan en ook de lamp in de keuken bleef aan. Dus dan drukte ik eigenlijk op de knop om de lampen weer aan te zetten, toen gingen ze weer aan. En toen ik straks opkwam, toen waren de lampen
weer aangesprongen. En eerder dacht ik, de katten die springen misschien op het knopje, maar dat kan nu niet, want ik heb dat afstandsbedieningetje heb ik in een houdertje staan. Dus ik zei het ook al in de groep, dus nou zegt Nathalie, kan wel iets met je stroom zijn, dus ik weet het niet wat we allemaal nog gaan meemaken. Goed, ik ga nu lekker klaarzitten voor de wedstrijd en ik laat straks uiteraard even de fotospullen zien. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd of het hier gejuicht wordt of dat ik toch wel een beetje geïrriteerd ga worden. Maar we gaan het zien. Inmiddels staan we 1-0 voor, of het staat 0-1. En ik heb fotospullen gepakt, die ga ik jullie laten zien. Ik heb hier het serum van het kruidvat, het anti-haargroei serum. En hier ben ik heel erg benieuwd naar, dus die ga ik eventjes proberen. Hier een face serum van Catrice. Er zit sunflower extract in, dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik heb 3 lipscrubs hier. Ik heb hier van Icons Lab, is dat een peach lipscrub. Ik heb een coconut lipscrub. En ik heb een strawberry lipscrub. Dus hier ga ik mooi nu eventjes foto's van maken. En dan ga ik ondertussen verder de wedstrijd kijken. Zo. Ik ben klaar en wauw, wat een wedstrijd was dit. Allereerst kreeg ik een hele leuke foto van Nathalie, Frank en Lente. Die hadden alle 3 een Ajax shirt en die hadden ze ook aan. Lente had ook echt Lente op haar rug staan. Super schattig. En eigenlijk op het moment dat ik jullie zei van nou, we staan met 1-0 voor, viel niet veel later de 1-1. Dus ik baalde natuurlijk al. En nou, toen viel na een tijdje viel toch voor Ajax het 2-1. Er was een beetje commotie over of dat het nou wel of niet echt een doelpunt was wat door mocht. Nou, uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen dat het door mocht. Toen waren de 90 minuten om, kregen we 9 minuten extra tijd. Dat waren echt 9 slopende minuten. Ik dacht echt, oh, schiet op, duurt lang. Maar uiteindelijk, en toen waren we zaten op 99 minuten. En toen liet de scheids ook nog even doorspelen. Dat ik echt dacht, fluit nou! Deed hij niet. Maar uiteindelijk is er afgefloten. Wij hebben gewonnen met 2-1. Dus Ajax is de nieuwe koploper. We staan gewoon nog op nummer 1. Dus dit moeten we natuurlijk zo vasthouden. Dus dat is wel lekker. Maar het was echt super spannend. Volgend weekend is er geen Champions League, begreep. Of Champions League is er geen voetbal, begreep ik. Maar goed. Ik heb boven nog wel even de schoenen op het rek gezet. Maar dat is ook eigenlijk het enige. Want toen heb ik de spullen gepakt voor de foto's. Want toen was het even rust. Toen kon ik het mooi even doen. Ik ga zometeen in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en dan ga ik pizza maken. Ik heb het wel koud. Ik heb wel de verwarming aanstaan. Vanavond heb je de laatste aflevering van Diepe Gronden. Daar heb ik wel zin in. Ik ben heel erg benieuwd wie de dader is. Ik heb natuurlijk wel een idee, maar of mijn idee goed zit, dat weet ik niet. Ik denk dat ik daarna eventjes nog een deel van de documentaire die ik had opgenomen van Britney Spears ga kijken. Want er was er weer eentje geweest. Donderdag, die had ik opgenomen. Verder moet ik even mijn nagels doen. En ik moet foto's bewerken en ga ik weer verder met mijn Netflix-serie en daarna ga ik witsen kijken. Dus dat wordt verder ook de avond, dus niet heel spectaculair. Maar in ieder geval nu eventjes lekker, even lekker relaxen. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik heb verder toch niks meer te vertellen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 24 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo even hier lekker aan de gang. Ik ga de kattenbakken doen. Die stinken inmiddels een uur in de wind. Ik weet niet wat ze vannacht hebben uitgehaald. Want gisteren stonken ze nog helemaal niet. Ik heb elke dag netjes hun drolletjes en zo eruit gehaald. En nu stinken ze echt een uur in de wind. Die gaan zo meteen lekker verschoond worden. Ik ga de douche doen. Ik ga de gang doen. Ik moet even een was aanzetten. En ik heb een hele grote was op te vouwen. Dus dat wordt eventjes de planning. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar Diepe Gronden, de laatste uitzending. En ik zat er compleet naast. Ik had gedachten over wie het gedaan zou kunnen hebben. En die gedachten die kon ik compleet wegschuiven, want het was een heel verrassend eind. Nou, had ik op een gegeven moment, zei ik al wel een keertje, ook tegen mijn moeder. Ik zeg, ja, ik heb wel een idee. Ik zeg, maar het zal me niks verbazen als het een hele andere uitkomst krijgt. Nou, die had hij ook echt daadwerkelijk. Heel spannend. Het had ook een open einde. Dus er zou eventueel nog een seizoen op kunnen volgen. Nou weet ik wel dat SBS6 qua politieseries wat minder scoort.
Want ze hebben toen ook een politieserie gehad met Jolante. En daar is ook nooit een tweede seizoen van gekomen. Dus het is echt afwachten of dat ze dat nog gaan doen. Daarnaast gooien ze de afleveringen tegenwoordig ook een dag later op Videoland. Dus ik weet ook niet of dat dan telt voor de kijkcijfers van SBS. Maar dat denk ik haast niet. We gaan het wel afwachten. Daarna heb ik even een stukje van de documentaire van Britney Spears gezien. Maar je had om 10 uur had je Pointer en het ging over endometriose. En misschien spreek ik het wel je verkeerd uit. En daar had Nathalie ons op gewezen, dus dat heb ik alvast even gekeken. En dat was wel heel interessant. Dus dat. Ik heb wel mijn nagels gedaan. Het is weer mooi. Ze zijn weer mooi rood. Waar is het lakje? Hier. Het is deze. Deze heeft de naam 01 Powerful Red. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Ik heb mijn foto's gisteravond ook nog bewerkt. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna was het tijd voor wietsen. Dus dat was verder ook de avond. Ik ga nu eventjes de was bij elkaar rapen. En dan ga ik eerst die bakken legen. Dan kan dat naar beneden, naar de kliko. Dan kan ook gelijk de kliko voor het restafval aan de weg. Want die wordt morgen geleegd. Dus ik ga nu eventjes lekker aan de gang. Des te eerder ben ik klaar. Dus ik neem jullie weer mee. Ik ben lekker klaar met alles. Je hoort de wasmachine nog wel draaien, maar die is voorlopig nog niet klaar. Want ik heb handdoeken erin zitten en die doe ik altijd op 60 en dat duurt toch altijd wat langer. Ja, lekker weer de bakken helemaal schoon. Gelijk ruikt het dan ook weer een stuk frisser, want de geur die ik rook toen ik opkwam, toen dacht ik, oh. Maar nu ruikt het wel weer echt heel lekker, de douche is weer lekker schoon. Dat is ook wel weer heel fijn. Eindelijk is de was opgevouwen. Ja, het ligt nog niet in de kast. Dat ga ik er van de week even in de kast werken. Dat is ook wel weer fijn dat dat opgevouwen is. Maar ja, ik heb gewoon altijd best wel veel was. En omdat mijn kleding dus boven staat, ga je niet zo makkelijk met een volle wasmand naar boven. Maar ik ga het van de week gewoon eventjes netjes wegleggen. Maar ik ben in ieder geval blij dat de klusjes weer gedaan zijn. Want ja, ik vind het toch altijd wel weer lekker. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik denk dat mijn moeder Nathalie en Lente straks nog even zullen bellen. Dan ga ik daarna douchen en lekker eten. Vanavond heb je Help Mijn Man Is Klussen, dat ga ik kijken. Ik ga een artikel schrijven, misschien nog even alvast de boekenvideo in elkaar zetten. Moet ik even kijken. Ik ga Netflix kijken en daarna ga ik witsen kijken, want dan heb ik het vervolg van gisteren. Dus dat is eigenlijk ook de planning, dus verder niet heel veel. Ik ben nu trouwens aan het sporten met de weerstandsbanden. Ik heb nu de light en daar ben ik dus nu mee aan het sporten. En dat is best wel zwaar, maar het voelt ook wel lekker of zo om die te gebruiken. Dus dat is echt wel heel erg fijn ook.
Goed, ik ga nu in ieder geval lekker niks meer doen. Even lekker relaxen. De katten hebben net gegeten. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag, het is dinsdag. Het is 25 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen boodschappen doen. Het is toch 25e? Ja. We gaan ook even als het goed is naar de Action. Maar daar hebben we verder nog niet echt meer wat over besproken. Dus dat ga ik zometeen wel zien. Ik heb gisteren even gezellig een video gehad met mijn moeder Nathalie en Lente. En Lente gaf mij een kusje, ging de haartjes laten zien. Maar het is zo leuk, want Lente gaat steeds meer dingetjes kunnen zeggen. Zo zei ze gisteren ineens hallo tegen mij. Maar verder kan ze gewoon papa, mama, bal, boek, naam, dat is dan een banaan. Wolk kan ze. En ze zegt ook soms boeba. Dan bedoelt ze Boomba. Maar ze heeft van mij toen met de verjaardag zo'n Boomba knuffel gekregen. En als ze ziet dat Boomba op tv komt, pakt ze de Boomba knuffel. Gaat ze op de stoeltje zitten met die Boomba knuffel en gaat ze Boomba zitten kijken. Ja, zo schattig. Ik heb echt wel weer zin om haar te zien. Al is het nog helemaal niet zo lang geleden dat ik haar zag. Het is met kerst, dus dat valt eigenlijk nog best wel mee. Maar onderhand zal ik het wel weer lekker een keer zien. En dan, ja, hartstikke leuk. Ik heb gisteravond Help Mijn Man Is Klussen gekeken. Dat was ook wel een mooie uitzending op zich. Was ook wel hartstikke mooi geworden. Daarna heb ik weer extra video in elkaar gezet. Dus die staat ook al online. Ik heb mijn artikel geschreven. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En ja, toen nog even witsen. Dus dat was verder ook de avond. Ik ga nu eventjes gauw stofzuigen. En mijn batterij is ook leeg. Dan kan ik die straks even vervangen. En dan ga ik zometeen de deur uit. Dus ik zie jullie dan later, maar ik zal jullie nog even laten zien wat ik aan heb. Ik heb het nieuwe blouseje aan van de Primark met een broek van de Lidl. Ik heb nog geen schoen aan, ik heb hier nog mijn sloffen onder, maar ik vind hem wel heel lekker zitten en hij staat ook wel heel erg leuk. Dus ja, daar ben ik wel heel blij mee. Goed, ik ga nu eventjes gauw stofzuigen en dan zie ik jullie later weer. Het is nu 4 uur, dus ik ga ze even laten zien. Dan kan ik ze gelijk opruimen, maar het is heel koud buiten. Brrr. Goed, ik heb een krant. En nog een krant. Ik heb boontjes. Ik heb patat. Zou je daarvoor weg willen? Dat zou wel fijn zijn. Ik heb aardappelschuifjes. Broccoli. Kipkluifjes. Twee keer slaafdinken die waren in de aanbieding. Vochtige doekjes. Schuurmiddel. Spekjes. En twee keer koffietjes. Extra dark en de mokka, want die waren bijna op. Ik heb nog bakboter, dus ik heb heel weinig boodschappen gedaan, want ja, ik had natuurlijk nog heel veel staan. Dus dit ga ik mooi even opruimen en dan kom ik straks nog even bij jullie terug, want dan kan ik eigenlijk nog wel eventjes wat gaan doen. Dus ja, dat ga ik nu mooi eventjes doen. Oh ja, ik heb trouwens nog een luchtverfrisser voor het toilet. Want die van mij was op en ik kon mijn andere niet meer vinden. Dus ik heb maar eventjes deze meegenomen bij de Lidl. Zo, ik heb boven even een doos plat gemaakt. Nog even wat oud papier geruimd. Dus dat is allemaal alweer mooi klaar. Ik heb wel een aantal beschadigde nagels door het boodschappen doen. Dus hier moet ik straks wel even de lak van afhalen. Dat ga ik gewoon eventjes opnieuw doen vanavond. Vind ik dan gewoon mooier.
Ik ben even naar de Action geweest. Dat hebben jullie kunnen zien, want ik heb een stukje gevlogd daar. Daar komt een shoplog dan van online. Maar met de boodschappen ben ik best wel netjes gebleven. Vind ik best wel goed wat ik heb gedaan. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. De katten hebben net ook gegeten. Even lekker een beetje opwarmen, want ik heb het wel echt goed fris nu. Vanavond heb je weer Married at First Sight, dat ga ik kijken. Verder eigenlijk niet zoveel, dus kan ik mooi de vlog alvast afmaken en foto's bewerken. Uiteraard kijk ik vanavond ook nog de persconferentie, maar daar verwacht ik niet zo heel veel van, omdat we het meestal toch al weten wat er gebeurt. Maar meestal zet ik hem er wel eventjes op. Verder ga ik mijn Netflix-serie kijken. Ik ben nu bij seizoen 3 van die serie, maar die is toch wel heel anders. Het is wel heel vreemd, dus ik vind het ook niet zo erg als het dan afgelopen is, want het is toch wel heel gekkig nu. En verder ga ik Witsen weer kijken, dus dat wordt verder ook de avond, dus niet heel spectaculair of zo. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje bij mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf natuurlijk. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!